Hey, wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe weekvlog. Er is zojuist een pakketje binnengekomen waar ik heel erg blij mee ben. Want het zijn twee nieuwe, niet Harry Potter boeken, maar wel boeken geschreven door J.K. Rowling en uit The Wizarding World. Het is De Vertelsels van Bakker de Bart. En dat is in film 8, in boek 8, vertelt Hermeline over de Deathly Hallows. En dat is het verhaal van de drie broers. Een heel belangrijk onderdeel in de Harry Potter wereld. En zij heeft een boekje gekregen waar dat verhaal in staat. En dat boekje kreeg ze van Perk. En dat is dit boekje. Dat is dus ook daadwerkelijk nog een keer helemaal uitgeschreven door J.K. Rowling met meerdere verhaaltjes. En het boek wat ook volgens mij Hermeline geeft aan Harry voor Kerstmis. En dan weet ik niet of dat nou film of boek 1 of boek 2 is. Maar in ieder geval, ze krijgt dit boekje volgens mij of van Hagrid of van Hermeline. Zwerkbal door de eeuwen heen. Een boekje wat je in de Wizarding World zou kunnen kopen. En het is, het is eigendom van de Zwijnsteenbibliotheek, zie ik al. Dat zijn twee extra Harry Potter boekjes. Want ik ben een beetje in een verzameldrang gekomen als het gaat om Harry Potter. Want morgen komt er, als het goed is, nog een groot pakket. Ik zit nu midden in Prisoner of Azkaban. Ik moet dus die hele reeks nog. En dan ga ik pas The Cursed Child lezen als ik het 7 af heb gelopen. En dan, yippie! En dan moet ik er eigenlijk nog eentje. En dat is Fantastic Beasts and Where to Find Them. Niet het script, maar daadwerkelijk het schoolboekje wat Newt heeft geschreven. Want dat is, als het goed is, ook ergens verkrijgbaar. Ik heb hem alleen niet gevonden, helaas. Heb je al helemaal zin in deze gloednieuwe weekvlog? Doe dan alvast een duimpje omhoog. En dan wens ik jou enorm veel kijkplezier. En hier staat het gewoon in Zwerkbal door de eeuwen heen. Eerder verschenen van J.K. Rowling. Natuurlijk alle Harry Potter boeken. Maar ook dus Fabeldieren en waar ze te vinden. Dus dat boekje is ergens. Alleen ja, waar kan ik het vinden? Trouwens, speciaal voor mijn oma's verjaardag. Die is morgen jarig, dinsdag. Wou mijn moeder haar een cadeautje geven. En sinds ze echt niet snapt hoe de laptop en internet en YouTube werkt, heb ik mijn Nederlandstalige koffers gebrand op een dvd'tje, zodat ze die op de tv kan kijken. Zo snoezig. En de computer is even de shots aan het renderen voor de cover van Twee Perfecte Meiden voor mij, die van de week online is gekomen. En dat is nog best wel pittig, want ik heb niet, zeg maar, geëdit en dan de achtergrond vervangen. Ik heb twee takes gedaan. En ik vervang eerst heel het shot met achtergronden. Alles. En daar ga ik mee editen, want dat edit iets fijner, omdat hij niet steeds hoeft te laden en ik kan meteen zien wat het wordt. Al is dat alsnog een pittige render van 2 uur. Deze methode heb ik dus ook gebruikt bij Future Husband samen met Zomaar en Kevin. En daar moest ik dus voor elk shot, wat net zo lang was, 10 uur renderen. Dus dan zie je het verschil met deze computer, dat hij eigenlijk zijn geld meer dan waard is. En de key, zoals dat heet, is best goed gelukt. Je hebt geen rare groene randjes of rare dingetjes. Maar ik moest toch wel weer even een tutorial op YouTube opzoeken, want het was toch allemaal een beetje weggezakt. Want het was alweer een tijdje geleden dat ik een greenscreen cover had gemaakt. Of überhaupt iets met greenscreen had gedaan. Ik heb wel die greenscreen foto's gemaakt. Alleen greenscreen op foto en op video zijn eigenlijk twee verschillende soorten, ja, disciplines. Maar als deze dan klaar is met renderen, dan ga ik de video ook daadwerkelijk editen. En waarschijnlijk om 14:45, als deze net klaar is, moet ik Senna even van school ophalen. Want die komt vanmiddag even bij ons op bezoek. Ta-ta-da-da. Ik heb Senna opgehaald van school. En ze heeft pepernoten gebakken op school, hè? Ja. Was dat moeilijk? Nee. Of ben jij een hele goede bakster? Dat doet me denken aan een ideetje, wat ik nog niet ga vertellen. Maar we gaan nu even gewoon naar oma en daar is ook Julia natuurlijk, al de hele dag. En dan mag ik dan 1 pepernoot proeven? Ja. Oh, daar heb ik wel heel veel zin in. Ik heb heel veel pepernoot. Ja, ik zie het, de hele zak vol. En zelfs een hele mooie tekening voor mij gemaakt. Kijk wat prachtig, abstract, kunstig en fluweel. Kijk eens wie er is. Ik vroeg hoe moeilijk het is om Harry Potter 1 te speedrunnen. Dus ja, ik kan dit zien. Shh, dat mogen ze niet weten. Dat hebben jullie niet gehoord. Maar ik heb hier generaal Rick uit... Wie? Comrade. Komrad. Fresh out of the gulag. Oké, ja, hij is in ieder geval Russisch. Kijk wat er binnen is, eindelijk. Ik had het al verteld. Een Blu-ray box met 31 discs. Ivar, mag ik je wat vragen? Ja? Hoeveel geld heb je hiervoor betaald? Nou, hij kostte origineel €160. Maar? Er was een korting, dus ik heb hem voor €116. Oh, best wel geld. Ja, maar hallo! Het zijn alle extra's die je zou kunnen krijgen zitten erbij. Ik bedoel, de films heb ik al gezien. En het is ook een beetje overbodig om de Blu-ray en de DVD's ervan te hebben. Ja, stel je hebt het nog nooit gezien, dan zou ik €160 betalen. Ja, maar dan heb je als in één keer, maar ik heb al die oude dvd's niet meer, maar we gaan hem even openmaken. Heb jij überhaupt een tv-beeldscherm? Want zeg maar, kijk, dat is nog op de computer. Ik hoop dat hij het scherm voldoet, want dit is filmformaat. Dit is al chill, zo'n groot mini-bioscoop. Dan heb je geen balken in beeld, dus dat als je gewoon een mini-bioscoop maakt, mensen uitnodigen, geld vragen, kun je weer terugverdienen. Zo, commerciële boy, hoor. Ja, zo denk ik. Maar het meest interessante is het feit dat er dus van Steen de Wijze en de Geheime Kamer een verlengde versie is. Met scènes die wij wellicht nog nooit hebben gezien. Wat ik interessant vind is hoe je langzaam de leeftijd omhoog ziet kruipen voor de films. Zo is goed.
Wacht, ik abonneer op mijn kanaal. Potraken. Serpent Gameplay. Oh, je bent echt geabonneerd. Ja. Wat is deze man? Wat is deze man? Hij is echt geabonneerd. Ik heb een nieuwe Harry Potter video, kijk. Harry Potter en de Orde van de Phoenix in Minecraft. Ja, doet misschien dat ik die dan niet kijk. Ik heb net van Ivan een beetje monster gehad, omdat ik 4,5 uur moest reizen deze kant op. Inside the Case. Wat Fantastic Beast. Is je favoriete nummer? Echt wel... Dit is als Jacob voor het eerst in die kist komt en al de beesten ziet. En dan heb je... Maar dat hoort bij de boxing. Oh, je gaat nu natuurlijk inside the case. Dit is super toepasselijk. Ja. Oh! Avontuurlijk gefilmd door mij. Speels en avontuurlijk gefilmd. Ja, of gewoon shaky. Ik heb geen motor skills. Kijk dan hoe shiny. En iemand heeft zijn best gedaan op de Photoshop. Hij glimt wel echt heel erg. Oeh. Goeie shit. Oeh, het is een soort van map. Oeh. Je hebt niet eens uitgezocht hoe het eruit ziet als je er heel veel geld aan uitgeeft. Ik heb alleen even, ik zag die achterkant, want er was ook een verzamelbox en die had zulke lelijke gebrande covers. Dat was gewoon alle cd's die ze hadden liggen in een album gedaan. Dan was er ook, dan had je film 1 tot 8 zonder de extra's, maar op film 4 stond wel disc 1. Er was geen maar dat was gewoon van zo'n stapel gepakt die ze nog over hadden van de eerste Ik had er eentje gezien waar ze maar een soort Zwijnstein replica hadden, maar die zegt €500 of zo. Dat is een gigantisch huis wat je echt dat kost. Dat was even iets too much. Dat is hetzelfde wat hierin zit, maar dan mooier verpakt. Nou, wat schattig. Leuke foto's. Ah, snoezig. Wow. Dan heb je hier alles van de Philosopher's Stone. De Blu-ray. De DVD. De special features. Oh, en dan een soort making-of-achtige. Dit is de making-of op één DVD. Special features. Ja, pretty nice. Kan die jongen blij zijn? Philosopher's... Ja, ik ben helemaal blij. Philosopher's Stone in plaats van Sorcerer's Stone. Stront in die hand. Ja, ik ben wel team English. Ja, team Britland, hè. Team Britland. Brexit. En dan hebben we Chamber of Secrets. Dat is echt een mooi mappie. Ja, maar er is wel iemand lui geweest. Want kijk, als ik dit zou moeten doen voor €2 per uur in een fabriek, dan had ik alle Harry Potter logo's netjes. Oh. Maar goed, ik doe dat nog wel eens een keer als ik de tijd voor heb. Ja, dat is echt heel veel moeite. Ja. Dus ik erger me nu ook aan die. Dat is allemaal het zit gewoon niet recht. Willekeurig erin gedouwd zijn. Ja. Toch massaproductie, hè? Ja, toch wel. Toch voor het bedrag nog een Chinees kindje dit helemaal in. Ja. De Order of the Phoenix heeft geen special features. En terecht, dat is een rotfilm. Dat is niet waar. Dat is hartstikke leuk. Nee, ze zijn allemaal leuk. Ik kan met je urenlange discussies aangaan waarom het wat geen leuke film is. Wat vind je van een mooie vertaling van Making the World of Harry Potter? Letterlijk vertaald naar het maken van de Harry Potter wereld. Goed vertaald. Deel 5, evolutie. Lekker bezig, jongens. Jullie zijn bros. Half-Blood Prince, wat vind je van de Half-Blood Prince film? Ik vraag me af waarom ze voor de kleur blauw hebben gekozen. Weet ik niet, want ik had bij de eerste had ik blauw verwacht. Omdat de tweede groen. Ja, blauw, zilver. Ik zou voor 3 zou ik voor een beetje weer voor blauw gaan, want de game heeft ook blauwe shit en alles een beetje blauw. Dat is waar, maar de originele front is 4 heeft ook weer blauw, want de vuurbeker is blauw. Het is een beetje blauw-zwartig. 5 is Orde van de Phoenix is rood, dat is logisch. Nee, Orde van de Phoenix is rood. Ligt eraan hoe je bent opgegroeid. Welke kleur past bij welke Harry Potter film? Ja. Comment het eventjes. Let's connect it. Waar ga je die bewaren? Deze krijgt een ereplekje op... Onder je kussen. Onder mijn kussen. Nee, dan gaat die kapot. Oh, en ik heb een Harry Potter boekenplank, maar daar past hij niet op, want dan zakt hij nog. Je hebt zoveel Harry Potter boeken, het hele ding crepeert helemaal. Valt bijna van je muur af. Maar ik wil ook nog alle Engelse Harry Potter boeken. Ik heb alleen de laatste. Nou, ik heb ze ook allemaal in het Engels. Niet gelezen. Episch. Kijk, dit liedje nog uit de film? Dat is wat hij in dat café, wat die goblin zingt. Oh! Dat mislukte ding. Dat was echt lelijk. Gadverdamme, het was ook niet mijn type, maar nee. Het was goed gemaakt. Ik word hier niet, zeg maar, blij van. U wint €5000! It's the most wonderful time of the year. Maar waarom ben je hier eigenlijk? Mag ik stoppen met vloggen? Ja, maar wat gaan we doen? Misschien liedjes of zo. Ja. Als jullie nu kunnen raden welke cover we gaan doen, krijgen jullie een gratis cd opgestuurd. Van Ivar. Gesigned door Rick. Rick, het gerucht gaat dat jij autotune gebruikt, maar dat is niet waar, toch? Nee!
Gelukkig maar, maar ik persoonlijk vind dat echt niet kunnen hoor. Nergens! You know the rules and so do I. Ik ben hier dus in de studio met de wereldberoemde Rick Broes, zanger van vele liedjes. Hij is dus eigenlijk Rick Astley, maar hij doet de voice van Rick Astley. En Rick Astley is de acteur die doet of hij Rick's stem heeft. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Fijn dat de waarheid eindelijk boven tafel precies, is. Precies, exposed. En we gaan nu de 2016. Nou ja, hij komt uit. We gaan de 2017 versie opnemen. Mm-mm. You know the rules, and so do I. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Je moet gewoon. I just wanna tell you how I'm feeling. En stop. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Say goodbye. Never gonna tell a lie. Inside we both know what's been going on. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ik ben niet bij Manny en Chris thuis, maar ze zijn er zelf niet, want ik ben nou niet echt op hun kiekjes aan het passen, want die liggen lekker boven op bed. Ik dacht, ik maak meteen even van de gelegenheid gebruik. Ja, het spijt me dat mijn afgelopen vlogs alleen over Harry Potter gaan. Zal voorlopig niet veranderen, ben ik bang. Maar om de eerste te kijken van mijn Harry Potter film Blu-ray box en de extended version. Ik heb het dus nu al... We zijn op dit punt. Iedereen weet wanneer dit is. Hagrid komt hem ophalen. En we hebben nu al 2 extra scènes gehad. En morgen ga ik naar Bokstol, als ik het niet verkeerd heb. Ga ik naar Bob van der Hoven, waar ik ook zink mee heb gemaakt, stemacteur. Jullie kennen hem waarschijnlijk wel als jullie mij al wat langer volgen. Die is op dit moment aan het toeren met een theatershow. En hij wil graag dat ik een registratie ga filmen van de theatershow. Dat ga ik volgende week doen, maar ik ga morgen er alvast naartoe om de show al een keer te hebben gezien. Zodat ik weet wat er ongeveer gaat gebeuren, zodat ik daarop kan inspelen tijdens het filmen. Volgende week. You've got the track. Fast and misunderstood, please, Harry. Fast and misunderstood. My chest. No. We're going to Hagrid. No. Hagrid alone. Ik ben terug vanuit Bokstol en dat brengt ons ook weer aan het einde van deze weekvlog. Vond je deze weekvlog leuk? Vergeet dan nog niet even een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie hopelijk in een volgende video.